Wel een beetje zwaar, goed voor de biceps. Oh, en als we het daar toch over hebben, vanavond is de laatste keer, of ja, niet de laatste keer misschien, maar wel een van de laatste keren dat ik ga sporten met Jasper. Een hele goede dag, dames en heren, en super leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video. Ik ben heerlijk opgestaan deze ochtend en ik ga even lekker douchen. Ik moet echt douchen. Ik ben echt heel suf op dit moment. Nee, niet suf, duf. Suf iets anders. Oh, we gaan deze ochtend een heerlijk ontbijtje maken met de vruchten die ik heb geplukt samen met mijn moeder. Laatst. Dit is dus de ene helft voordat ik mijn moeder had geplukt. En dit ziet er toch ziekelijk lekker uit, jongens. Deze dingen kende ik dus niet, maar ze zijn blijkbaar goed te eten. Ik zal hem eens even laten zien in het licht. Oh. Rode besjes, ramen, blauwe bessen, kwark, honing, walnoten. Dik prima. A few moments later. Jullie weten ondertussen wel dat ik hier gewoon echt als randebiel nog steeds mijn droomkoffer onder mijn beeldscherm heb staan. Maar daar wil ik nu toch echt wel een keertje verandering in gaan brengen. Dus ik ga even kijken of ik hier iets voor kan gaan fixen. Ja, ik heb wat opgeschreven wat ik sowieso wil gaan maken. Dus dit is ongeveer tekening. Ja, ik kan niet zo heel goed tekenen. Dat weet ik ondertussen wel. Maar dit moet 60 centimeter lang zijn. Want dit koffer is 50. Maar jullie zien al, die past er. Mijn beeldscherm past er maar net op. Oh ja, en Pokémon kaarten trouwens. Ik ben veel te snel afgeleid. Dit is 25 centimeter hoog. Dit namelijk ook. Tot ongeveer hier is hij 25 centimeter vanaf de grond. Dus dat is een prima hoogte. Dat is namelijk ook de hoogte als ik mijn scherm open krijg met één hand. Dus dan gaan we eens even kijken of we dat kunnen fixen. Daar zijn we dan. Even zoeken. Ik heb hem gevonden, jongens. Dit wordt hem. Nu moet ik hem eens even op maat laten zagen. Ik mag niet binnen. Het wordt wel gezaagd. Zo, dat is gelukt. Dit is heel fijn, jongens. Dit is al statief. Zo'n beetje zwaar. Goed voor de biceps. Oh, en als we het daar toch over hebben, vanavond is de laatste keer, of ja, niet de laatste keer misschien, maar wel een van de laatste keren dat ik ga sporten met Jasper. Als we gaan aan het verhuizen. Dan gaan we beginnen. Too nice. Kijk, hoppa, en die is klaar. Niks meer aan doen. Dit ziet er wel ontzettend veel beter uit dan dat het was, jongens. Holy shit. Ik moet hem nog een beetje recht zetten voor mijn gevoel. Dus een beetje meer zo. Iets meer zo, ja. Maar ja, dit is een wereld van verschil. Nu kan ik ook nog dingen kwijt. En in plaats van dat er ook nog zo'n grote ruimte wordt over helemaal top. Ik zit aan mijn vader een mooi fotootje van. Hey, dit heb ik gemaakt, super tof. Stuurt hij dit. Deze foto die je hier niet ziet. Nou, wie is er beter? En zo is weer tijd om te gaan koken. Aardappeltjes, boontjes en vis. En het is klaar. En zo is het klaar. Zo zie je maar weer dat de vis ontzettend krimpt. Er zit heel veel water in. Logisch natuurlijk, vis zwemt in het water, maar überhaupt wordt er heel veel water in gepompt. Aardappeltjes zijn klaar en de boontjes zijn klaar. Very nice. Nice. Ik moet ook wel zeggen dat ik de laatste tijd best wel goed ben in plannen. Want ik wilde om 5:30 eten en het is nu 6:02. 6:02. Zo jongens, ik heb lekker getraind. Holy shit. En nu is het tijd om lekker naar binnen te gaan. Lekker terug naar huis. Oh, ik was ingezoomd, dat was een motherfucker. Maar in ieder geval, nu lekker terug naar huis lopen. En dan gaan we Bram Krikke kijken. En dan zei ik, Bram Krikke? Ja, hij zit in de slimste mens. En vandaag is de tweede aflevering. Gaan we eens even kijken of hij verder gaat komen vandaag. Of hij vandaag gaat verliezen. Verder. Het is een fragment dat heel veel is gedeeld in de media, waar iedereen ongelooflijk om moest lachen. A few moments later. Dames en heren, het is tijd voor mij om lekker te gaan slapen. Ik ga mijn computer lekker afsluiten. En dan ga ik... Ja, slapen. Meer kan ik niet van maken eigenlijk. Het is zo simpel is het. Ik wil je bedanken voor het kijken naar deze video. Vond je het leuk? Dus zeker even dat duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal hier beneden. En dan zie ik je morgen weer bij een nieuwe video om 4:30. Morgen is best wel een leuke dag. Ja, best wel een hele leuke dag eigenlijk. En een dag daarop ook. En een dag daarop ook. En een dag daarop ook. Dus ik heb een hele leuke planning voor me. En daar heb ik heel veel zin in. Dus ik zie jullie morgen. Later.